Nou, welkom iedereen. Het is aan mij de eer om het woord te nemen en meteen weer af te staan eigenlijk. Ik had me voorgenomen om nog allerlei dingen te zeggen, maar nu ik hier sta, vind ik het allemaal overbodig. Ik draag gewoon meteen het woord over aan onze spreekstalmeester Refka Bijl. Welkom allemaal op deze eerste live-editie van de Snijtafel. We gaan zo meteen eerst kijken naar de hele aflevering. De eerste 9 minuten zijn een beetje saai, daarom zijn alle deuren op slot. daarna wordt het beter, dat beloof ik. En na afloop gaan er mensen plaatsnemen aan deze twee tafeltjes. En met elkaar in een vurig debat. En om dat allemaal min of meer goede banen te leiden, ben ik hier. Mijn naam is Refka Bijl. Ik ben ook één keertje te gast geweest in de Snijtafel-editie. Het ging over zeepjes van Rituals. Een heel belangrijk maatschappelijk probleem. vandaag zal ik ook jullie vragen om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Dus als je ontzettend last hebt van meningen, dan kan dat nadat het panel heeft gesproken. En veel plezier met de aflevering. Zo, dat was hem. De eerste aflevering met... Ja, jullie hebben hem voor het eerst gezien. Hij is nu live te zien op het internet, hè? Nog morgen van morgen. Oh, dus jullie kunnen nu allemaal spoilers de wereld ingooien. Hoe je afloopt. Ja. Ik zal jullie even voorstellen aan wie hierover komen kletsen. En dat zou een klein klikje zou dat wel goed doen. Namelijk, niemand minder dan Joep Meddes. Hij komt... Jij bent advocaat bij Hukkers? Hukker, ja. Hukker. Kijk, Ewout zei de hele tijd, ze heet Fukkers. Maar dat, ik had wel het gevoel dat hij niet helemaal objectief was. Nee. Jij adviseert over reclame, over auteursrecht. En je hoort ook een beetje bij Buma? Ja, ik denk dat ik hardcore lid ben van de auteursrechtenlobby, als ik dit item mag geloven. Ik kom regelmatig op... Zal ik hem even... Ja? Is dat beter? Ik werk regelmatig voor Buma en in het verleden ook wel voor Brein, wat echt twee verschillende dingen zijn. En ook voor de filmproducenten wil ik nog wel eens optreden. En nog voor veel meer rechthebbenden. En toch ook wel heel erg vaak voor makers. Nou, ga lekker zitten. Leg ik even uit dat er aan jouw tafeltje als noeste verdediger van het vrije woord niemand aansluit. Er is heel hard geprobeerd om iemand van de NOS een nieuwsuur hier te krijgen. En daar is heel veel contact over geweest. We hebben zelfs een klein beetje gemaild met onze fijne presentator van Nieuwsuur. Die heeft ook heel leuk teruggemaild. Ewout, wat een goed idee. Leuk. Ik zou zeker gaan. Want, en dat is niet om heel flauw te zijn, maar ja, de onderwerpen die ik aankondig, ja, die heb ik dus niet zelf gemaakt. Ik voel me niet echt geroepen om tot ver achter de komma dat te verdedigen. Maar ja, ik geef wel toe dat het raar is om te zeggen, zoals hier in Duitsland, en dat je dan een Italiaan ziet in Brussel. Maar dat zeggen jullie dan al, en dan beaam ik dat, en dan is die avond ook alweer zo voorbij. Dus misschien ook wel leuk om op een date te zeggen, voor je het weet is het voorbij. En... Nou ja, vandaag heeft hij ook nog eventjes een berichtje gestuurd. Mocht het tonen van mijn mail het in gebreken blijven van de gehele journalistiek goed maken, wie ben ik dan om te weigeren? Dus hij denkt aan ons. Laten we ook even aan hem denken. Dat is toch sympathiek. Dus we zijn blij dat Joep er is. En hij gaat het gewoon zelf juridisch ontzettend goed verdedigen. En aan de andere kant komen natuurlijk de twee Janssens zitten. Geen familie, wel twee Janssens. Om te beginnen natuurlijk Ewout Janssen. Nou, Ewout is ook jurist. Ja, ook al lijkt in het filmpje een beetje van niet. Maar je bent wel een echte. Ja, het is een beetje discutabel wat ik precies ben. Okay. Expert misschien. Of een senior counsel, zoiets. Een senior counsel. Ja, okay, maar je mag gewoon Ewout zeggen.
Maar wel u, liever. Ja. Oké, prima. Nou, hij zit natuurlijk heel vaak in de snijtafel en hij presenteert ook zijn assembly en was jarenlang bij de Hoge Raad deskundige, senior counsel, ja, meneer. Ja, auditeur. Nou, kijk, houd maar niet op. En nu ben ik heel erg trots om Casper C. Jansen, de C is voor Cornelis. Oké, ik begin bij jou, Joep. Wat vond je nou het meest problematische in het filmpje dat we net hebben gekeken? Nou ja, laat ik even beginnen met het op te nemen voor die arme Arjen Mollema. kijk, het is natuurlijk veel beter als Nieuwsuur transparant is over de mensen die zij aan het woord laten. Maar goed, dat is verder geen reden om vervolgens zijn tingel-tangel-muziek af te kraken. Horen jullie dat? Ik zou daar zelf een andere keuze hebben gemaakt. Maar wat inhoudelijk het meest verkeerd was aan dit item, en er waren best wel wat dingen, dus ik ben blij dat hij nog niet online gaat. Want je kunt nog wel wat zaken verbeteren. Oh, dus jij zegt, er zit wat verkeerd bij deze heren? Ja. Dus niet in het Nieuwsuur-item, per se? Nee. Oh, nou kijk. Ik denk zelf, wat wel van belang is, er werd enorm neergezet, het is de auteursrechtlobby versus mensen die daar die moeite hebben met deze nieuwe bepaling en hoe die gaat uitpakken. Ik denk wel dat het meer juist is om neer te zetten, het is de auteursrechtlobby, met inderdaad grote filmstudio's daarachter, maar ook wel degelijk dit soort Paul McCartney-achtige bluntfiguren, versus Google, versus Facebook, waar ik geloof momenteel bij Google 108 miljard in kas is. En waar meer dan 10 jaar vanuit YouTube wordt gezegd, jongens, wij zijn nergens voor aansprakelijk, we hoeven niks te betalen. Dus dat is denk ik, dat krachtenveld, dat wordt al ongeveer 20 jaar beheerst door Facebook, door Google. Die winnen de strijd. Dus lobbyisten zijn ook een beetje David, wat jou betreft. Dat zou je zeker zo kunnen zeggen, ja. Ja? Willen jullie al even reageren op... Ja, Google en Facebook zijn natuurlijk ook in het spel. Dat is zeker waar. Maar toch, ik blijf me toch... dat heeft Joep volgens mij ook niet onderuit gehaald. Dat die rechtenoverdracht, dat die artiesten allemaal tekenen. Kijk, zelfs Casper C. Jansen, kijk, een belangrijke kunstenaar. Die moet om zijn eigen filmpje te kunnen vertonen... €125 betalen aan de VPRO vandaag. Refka Bijl, heeft een prachtig boek geschreven. Ik zou het allemaal ga haar boek kopen. Maar als je voor haar straks een biertje koopt, dan heb je 50 cent meer verdiend voor Refka Bijl dan als je dat boek koopt bij de arbeiderspers voor 3 tientjes. Dus om nou te zeggen van als de arbeiderspers straks meer geld krijgt, dan krijgt Refka Bijl meer geld. Dat is wel een tikkeltje naïef. Als Refka Bijl een goed contract heeft, maar dat is een acquisitiemomentje tussen mij en Refka. dan gaat zij wel degelijk geld maken als dat boek succesvol wordt. En dat is natuurlijk wel van belang. Maar daar zeg je iets maar, heel goed. Ja, sprekend voor Buma en Stemra. Daarom zit zo'n Arjen Mollema daar ook in de Raad van Toezicht. Daar is de standaardregel dat hooguit 1/3 van het geld naar de producent mag. Dus 1/3 gaat naar de componist, 1/3 gaat naar de tekstdichter en 1/3 gaat naar de producent. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar er zijn allemaal contracten achter, kickback fees. En voor een deel is dat waar, maar voor een heel belangrijk deel is dat ook niet waar. En in de VS bijvoorbeeld is dat weer anders. Daar gaat alles naar de producent en dan is het weer veel zwart-witter. Maar hier in Nederland is het wat dat betreft zo slecht niet geregeld. Dus ik denk niet dat je zo kan zeggen, als het geld naar Buma gaat, dan komt er geen geld bij die zielige artiesten. Ik denk dat er wel degelijk ook geld bij die zielige artiesten komt. En bij Marco Borsato. Maar nog wel even over dat, dat acquisitiemomentje. Daar heb ik zo even een vraagje over. Ik zal zo een biertje voor je kopen. Nou kijk, voor veel makers en creatieven is de praktijk dat het ontzettend fijn is als er een moment is dat er een producent of een uitgever zegt, nou, ik wil dat wel gaan doen met jou. En we hebben een modelcontract, dat gebruiken we allemaal in Nederland.
Dit is het modelcontract. En daar staat het heel netjes in. 10% eerstdruk, 15, 14, 13. Dus alsjeblieft champagne. Maar dat is dan de schuld. Gefeliciteerd, je bent schrijver. Dat is dan gebeurd, ja. Maar jij zegt eigenlijk, de artiesten regelen hun zaakjes niet goed voor zichzelf. Maar je moet het niet doen alsof Buma een ongezellige club is. Ja, dat is een parafrase, maar inderdaad. Een van de dingen die ook in deze richtlijn worden geregeld, het is nogal een dikke richtlijn, zijn regelingen over bestsellerbepalingen. Dus als het inderdaad heel goed gaat en je hebt alles weggetekend, dan is er, staat er straks iets in de wet, sterker nog, het staat nu al in de Nederlandse wet, maar straks ook elders in Europa, dat je aan de slag kunt om toch meer te krijgen. Maar, bestseller, zou je het auteursrecht niet veel meer moeten vergelijken met bijvoorbeeld het arbeidsrecht en het huurrecht? Hè, waarin we gewoon zeggen, ja, die verhouding is gewoon niet gelijk. Hè? Je kan het gewoon niet, als jij 40-urige werkweek af wil spreken met jouw werkgever, dat gaat jou gewoon niet lukken als individu. Hè, dus we moeten dat gewoon in de wet allemaal gaan zetten. En ook met het huurrecht, hè, dat is heel krachtig beschermd in Nederland, vanuit de gedachte dat je een enorme onderhandel achterstand hebt. Kijk, laten we nou wel wezen, Refka Bell, nou, fantastische schrijfster, maar daar komt de arbeiderspers en die zegt, ik wil een man van jou uitgeven. Ja, wat doet Refka Bell dan? Ja, juichend haar vrienden bellen. Die gaat dan Tonnetje op Mendes bellen. Ook al ben je een briljante advocaat. Maar wat zou je tegen de arbeiderspers in hemelsnaam kunnen zeggen? Ze hebben toch gewoon en ook de VPRO. Ik bedoel, er is niet een tweede VPRO. Er is niet een waar moet je? Wat moeten we doen? Ja, ik krijg geen percentage. Als Refka en ik nou vrienden worden, dan kan ze voortaan mij ook als vriend bellen. Ja. Ik maak me al geen zorgen meer. Daar even over, daar zit een gat. Ja. Nee, maar kijk, natuurlijk is het zo dat je, als je aan de start staat, dat het heel vaak take it or leave it is. Nou, en juist vanwege de zwakke positie van die individuele auteurs en uitvoerende kunstenaars, hè, want we gooien nu alles op één hoop, artiesten, nou, maar je hebt natuurlijk makers, in het geval van muziek, componisten, tekstdichters, maar je hebt ook uitvoerders. Dus de mensen die het getingeltangel daadwerkelijk doen. Het feit dat je die rechten geeft die collectief worden uitgeoefend, want dat is hiervan de bedoeling. Hè. De hele bedoeling van die richtlijn is om gewoon de Buma's van deze wereld en de Sena's een mogelijkheid te geven om tegen YouTube te zeggen, hey, zou je niet eens wat lappen? Dat gaan die clubs dan doen. En dan hoeven die individuen dat niet voor zichzelf proberen te regelen. Want dat kunnen ze namelijk helemaal niet. En heb je iets af te dingen op deze richtlijn? Op de hele richtlijn? Ik dacht dat we... Zullen we artikel 17? Artikel 17? Ik wou zeggen, we moeten Casper er wel bij houden. Kom erbij. Ik wil iets zeggen over een van de eerste dingen die Joep zei, want je begon met, er kloppen dingen niet aan onze... Het voelt bijna zinloos om deze microfoon... Ik kan het ook wel... Het wordt opgenomen, niet. Daarom hebben we microfoons. Oh. Dat is misschien wel nuttig om te weten. Er kloppen dingen niet aan wat wij zeggen. En vervolgens had ik het idee dat je... wat je de punt vervolgens was dat wij te weinig benadrukten misschien... Dat Google en YouTube niet vrij uitgaan hierin. Dat die geen onschuldige spelers zijn. Volgens mij hebben we dat ook niet gesteld in de video. En Ewout heeft zelfs, het is wel zijdelings, maar gezegd van je wilt dat Google gaat betalen aan de artiest en niet die dansschool en et cetera. En ik sta zelf ook wel achter de beweging om Google en YouTube, Google en Facebook wat minder als platforms en doorheefluiken te zien. En wat meer als verantwoordelijken. Gaat het daar echt over? Dat is de bedoeling. En de vraag nu is, wat gaan we straks, dat hele artikel 17, wat gaat er straks van worden? Want ik vond de bijdrage van Kulk, ik zou niet heel blij zijn als ik... Was hij hoogleraar? Hij was universitair docent. Oh, dat was ook iets wat niet klopte. Ah joh. Maar goed, hij... Ik denk niet dat het zijn sterkste bijdrage was. Los van de vraag of het uit zijn context is geknipt. Je weet dat natuurlijk nooit. Maar dat artikel 17, dat is dus inderdaad, zoals jullie terecht zeiden, zo'n hele rits met nou dit gebeurt, dat gebeurt. En dan moet die met die bellen en dan moet die met die overleggen. En de vraag gaat de komende 2 jaar en daarna zijn, hoe gaat dat uitpakken? He, gaan de mensen van YouTube en van Facebook, gaan dat honest brokers zijn? Gaan die zeggen, we zullen eens bellen.
Bij YouTube bijvoorbeeld hebben ze al een licentie van de BUMA. Maar die hebben ze afgesloten met als uitgangspunt... wij komen hier vrijwillig, wij vinden dat we niks hoeven te betalen. Nou, als dat je uitgangspunt is in een onderhandeling... dan ga je uiteindelijk veel minder betalen dan wanneer je aankomt met... oh, de wetgever heeft gezegd dat ik iets van jou nodig heb. Dus die, op zich is het een versterking van de positie van die collectieven... die hier bewerkstelligd wordt. Maar de proof of the pudding is in the eating. Wat gaan ze daadwerkelijk doen als ze aankomen en zeggen... ja, wij willen het regelen en we willen geld op tafel leggen. Ja, dan ga je daarna praten over... wat moet ik dan doen voor de gevallen die niet geregeld zijn? Dus bijvoorbeeld de Amerikaanse filmindustrie, die wil gewoon niet. Daarom kun je Harry Potter ook niet op YouTube zetten. Ook nu al niet. Ja. En daarvan geldt, ja, dan gaan we evenwicht moeten zoeken. En dat is dan weer mijn verdienmodel. Daar ga ik de komende 10 jaar over procederen. Maar ja, oké. Okay. Ik vind het heel tof dat je hier zit. Echt geweldig. We hebben heel IE Nederlands een beetje opgebeld. Vooral vrouwelijke advocaten ook. Maar ook toch uiteindelijk redelijk wat mannen. En ja, niemand wil eigenlijk deze kant van de zaak verdedigen. Ik heb zelfs geld geboden gekregen om naast ons tegen jou op te nemen. Dus het is geen populair standpunt blijkbaar. En dat mis ik zo bij Nieuwsuur. Het kabinet is tegen. Er zijn dus 200 hoogleraren, auteursrecht, hebben een manifest gemaakt samen hier tegen. Nou, ik weet niet eens, zijn er 200? Ik bedoel, hoe kun je überhaupt 200 hoogleraren in Europa... Ja, misschien wel de universitair docenten. Het zaten misschien stad is de... dat is het. Wat je zegt. Maar dus de academische gemeenschap is het eens over iets. Dat vind ik al heel opmerkelijk. Ik bedoel, al die hoogleraren zijn het mee eens. En Stefan Kulke ook nog kritisch blijkbaar. En hoe lukt het dan? Hoe krijg je het er dan door? En wat niet eens de video gehaald heeft... Het is ook nog zo dat het erdoor is door de Brexit. Er was een stemming tussen de landen. En als Engeland zeg maar, de geplande datum gehaald had... dan was het voorstel gesneuveld. Dus het is best wel een dubbeltje op zijn kant. En dat krijg ik helemaal niet terug. En het is ook nog een dubbeltje op zijn kant... dat het ook de aflevering niet gehaald heeft. Ook omdat wij dat zelf ook wat later ontdekten. Maar het heeft het ook gehaald omdat Hans van Balen... Op de verkeerde knop heeft gedrukt. Balen? Ja, dat is... en dat heeft hij ook zelf verklaard. Hè? En dat kun je ook makkelijk googlen. Dus ja, als nou een wetsvoorstel het haalt... omdat mensen op de verkeerde knop drukken... omdat Engeland toevallig een datum niet haalt... en al die hoogleraren zijn tegen... en al die advocaten roepen, doe het niet... Ja, en dan zegt Nieuwsuur van... ja. Kijk, ik ben het eens met wat je zegt, Ewout. Ik zal niet aan de kant van Joep gaan zitten... maar dat een standpunt niet populair is... wil niet zeggen natuurlijk dat het niet juist is. Dus zijn standpunt is niet populair onder IE-juristen. Maar dan zou hij nog gelijk kunnen hebben. Daar ben ik helemaal met je eens. Alleen dit Nieuwsuur zegt... de Europese parlement houdt voet bij stuk. Dit is gebeurd... dat gaat in een rechte lijn, vind ik, naar... niet van... wow, dit is gebeurd dankzij een heleboel gekke dingen. Of zie je dat gewoon echt niet... zie je dat echt anders? Ik vraag me af hoe aannemelijk of hoe waarschijnlijk jij het vindt... dat als reactie op deze richtlijn, dus met name artikel 17... Google en Facebook gaan denken... oké, nu gaan we echt de portemonnee trekken... en betalen aan organisaties als BUMA Stremma. En we gaan niet gewoon meer dingen blokkeren... wat tot nu toe meer de strategie lijkt... vanuit het standpunt van deze gebruiker dan. Ze gaan... wat YouTube zeker niet gaat doen, is het hele populaire repertoire blokkeren. Maar ja, zo populair ben ik niet, bijvoorbeeld. Nee, jij hebt misschien pech, maar ze gaan zeker. Flauw, want ze hoeven jou ook niet zoveel te betalen, hoor ik net. ik denk die 125 euro, dat kunnen ze bij YouTube ook nog wel opbrengen. Ja. Denk niet, ook gewoon omdat er nu, bijvoorbeeld in Nederland... is er ook door YouTube geregeld met de labels... voor de oorspronkelijke opnames en met BUMA Stemra... voor de teksten en voor de gecomponeerde muziek. Dat is gewoon hun verdienmodel. Zij laten dingen zien die mensen... Ik bedoel, vraag het aan Saskia. Als die eigen gemaakte muziek met die meisjes moet laten zien... dan verwacht ze dat heel veel van haar 5 miljoen abonnees afhaken. Dus... YouTube gaat gewoon zijn knopen tellen en zeggen we moeten daar wat mee. En vervolgens gaan ze het uitproberen te stellen. Ze gaan zeggen,
Wat je vraagt is niet billijk, want je vraagt nu meer dan eerst. Of daar is het minder. Of dit is een component wat er af moet. En daar gaan ze dan 10 jaar over procederen. En hopen dat al die tijd dat ze het rekken, dat ze niet hoeven te betalen. Zo cynisch gaat het zijn. Dus het is niet zo dat er onmiddellijk geld op tafel gaat komen. Of in ieder geval niet onmiddellijk meer geld. Tenminste, ik verwacht van niet. Maar dat is een hoogst persoonlijke verwachting. Oké, maar dan, en dan nog op dat punt van die stropdas, zeg maar. Ben je het nou met mij eens dat dat geld, als het naar de Buma Stemra gaat, dat toch niet direct bij die artiesten terechtkomt? Of zeg je nee, wel? Nee, dat ben ik niet met je eens. Want kijk, wat de artiesten met het geld doen als het bij hen binnenkomt... Alleen maar slechte keuzes maken. Dat ze het uitgeven aan drank en sigaretten en hun manager, ja, daar kan ik niks... Ik bedoel, maar Buma keert voor een belangrijk deel gewoon uit aan die rechthebbende componisten, tekstdichters. Die hebben hun rechten dus niet weggetekend dan? Die tekenen er ook gewoon alles weg. Wat ze wegtekenen is een uitgavendeel. En dat is 1/3. En je... Ja, ik ken alleen maar mensen die alles weggetekend hebben, Joep. Maar misschien ken ik alleen maar sukkels. Maar ik ken ze echt niet anders. Oké, goed. Ik wil graag heel eventjes uit het juridische wandelen. Want voor jou was het grootste probleem dat er vermomde lobbyisten in dit item zitten. Was dat het grootste probleem? Ja, ik denk het wel. Dat het grootste probleem is aan het... Ook omdat, zoals ik ook in de aflevering zei... dat ik tot dat punt nog... Ja, welwillend als ik in principe sta tegenover de NOS... Mm-hmm. Misverstand als verklaring wilde geven. En eigenlijk bij die Arjen Molema begon ik dat moeilijk te vinden. Om te denken, om het als een misverstand te zien. Want als het gewoon op iemands eigen website staat... Ja, ben je dan, doe je zo slecht onderzoek dat je dat gewoon niet hebt gezien? Of heb je het wel gezien en heeft Ewout dus gelijk? En heb je gedacht, we moeten eventjes echt benadrukken dat dit ook zeker wel een muzikant is? Hè, want we hebben eigenlijk een slecht geweten. En dat, ik denk dat ik dat om die reden inderdaad het dieptepunt vind van het item, ja. Ja, en herken jij dat ook? Ja, ik denk dat die kritiek terecht is. Ik denk dat je transparant moet zijn over wie welke boodschap geeft. Maar dat was ook mijn eerste... Na het verdedigen van de muzikale talenten van Arjen Molema... was dat mijn tweede punt. Dat het ontbreekt ook aan transparantie over waar de tegenargumenten vandaan komen. Zij uiteindelijk gewoon... van de mensen waarvan het de bedoeling is dat ze gaan betalen. Bedoel je die dansschool? Of niet? Nou ja, dat was nog iets waar je inhoudelijk over kan twijfelen. Ik hoor Ewout op een gegeven moment zeggen... de gebruiker moet, de uploader moet naast YouTube betalen. Voor die dansschool kun je dat verhaal wel houden met 5 miljoen abonnees. Die zal naast YouTube moeten betalen. Maar het doel van die richtlijn is nou juist... dat YouTube die gebruiker vrijhoudt. Dus zij moeten regelen en dan ook ten behoeve van de mensen hier in de zaal. En ik als ik een filmpje op YouTube zet. Dus dat is op zich is dat heel fijn. Want dan kunnen we eindelijk, wat we al die tijd al doen, gewoon ook legaal doen. Dat is ook wel mooi. Ja, dat zou heel mooi zijn. Alleen waar ik voor vrees is dat YouTube liever zal zeggen... nou, misschien moeten we wat minder in zee gaan met die kleine spelers... en wat meer in zee gaan met, weet ik veel, de BBC... en grote spelers die dan een YouTube die nu ook al een YouTube-kanaal hebben. Want het is allemaal wat makkelijker te regelen. Ja, maar ze hebben... We gaan zien, hè, hoe die richtlijn wordt geïmplementeerd. Want we gaan nu 2 jaar met z'n allen in Europa nadenken... in iedere lidstaat weer anders... over hoe we dit tot een nationale wet gaan maken. Maar op zich hebben ze een verplichting om bij iedereen langs te gaan. En waar gaat dat toe leiden voor al die kleintjes? Daar gaan collectieve beheersorganisaties hun vinger opsteken en zeggen... dat risico dat je iemand gemist hebt, dat neem ik wel. Dus je koopt bij mij gewoon een licentie voor alles. En dan spreken we af dat alle zeikerts bij mij langskomen. Maar ja, oké. Zo werkt het in de praktijk. Nou, maar wat ook een trend is, toch, dat je toch veel ziet... is dat YouTube een beetje aan het Netflixen begint. Hè? Dus die ook... Ja, en ik vond het niet fantastische compositie van Molema. Maar wat ik vooral onwenselijk vind, is dat die regisseur denkt... ik wil een grote hit, zeg maar. En dat de producent zegt, ja, dat kunnen we niet betalen. Wie we wel kunnen betalen, is Molema. Kijk, dat, dat,
dat vind ik vervelend. He, dus het is een keuze uit armoede. En dat kan YouTube ook doen. YouTube kan ook denken, ik laat series wel maken. Ik huur zelf Casper C. Janssen wel in. Ik zorg dat ik alles afgekocht heb. En ik ga gewoon risicomijdend de deur dichtgooien. Heb je los van... Dit is laatst een prachtige film gemaakt over Queen. Maar los daarvan. Hoor jij items van muziek van Queen onder allerlei filmpjes? Nee, want die geven die toestemming niet. Ja. Dat kan. Dat willen zij gewoon niet. Nee, dat kan. Queen mag nee zeggen. Maar de vraag alleen is of Queen wel de persoon is die nee zegt. Bijvoorbeeld James Blunt zien we in de video. Die is geparodieerd door Weird Al Yankovic. Die had een liedje van So Pitiful, It's Pitiful, It's True. James Blunt zei leuk, geestig. Maar hij had al zijn rechten weggetekend, Joep. En die persoon zei, ik vind het niet geestig. En dat liedje moet eraf. Ja, dus, omdat Weird Al natuurlijk ook weer een platenmaatschappij had die daar dan rijk van werd. Ja. En toen zei die ene platenmaatschappij tegen die andere platenmaatschappij, hey, dat is mijn geld. Ja, dus het is toch een spel tussen stropdassen, zeg maar. Terwijl James Blunt en Weird Al Yankovic denken van, go your gang. Of niet? Of zeg ik iets, ben ik nou een... Ja, in zo'n geval zeker, ja. Ja. En Casper, als we nou een soort positief gevoel moeten gaan krijgen nadat we dit hebben meegemaakt met z'n allen. Ja, dan moet je echt voor bij mij zijn, ja. Ja. Welke lessen zijn hier nou uit te trekken? Maarten moet 3 moeten zetten. Dat is een vooruitgangsoptimist. Maar ik breek al heel lang mijn hoofd over de NOS. Want ik wil ze zo graag goed vinden. En goed, ik heb dat ook in de opname gezegd. Ik heb het eruit geknipt. Er is een... Er is een bepaalde NOS-hatende subcultuur in Nederland. Waar ik niet bij wil horen. Yeah. Ja, maar die ik toch soms gelijk moet geven. Dat vind ik heel vervelend. Je bent een verdrietige fan. Ja, dat zei de NOS. Zij vinden dan de NOS altijd heel links. Nou, ik vind op zich de koningveren in zijn reet steken. En de entertainmentindustrie helpen niet echt links. Maar soms zullen ze ook wel iets links zeggen. Maar ik heb wel problemen met de NOS. En ik vraag me ten eerste af hoe het komt. Daar kwamen we ook in de opname en de aflevering niet helemaal uit. Hoe komt het nou dat de NOS de plank hier zo mislaat? Wat trouwens een uitdrukking is die mensen graag over ons gebruiken. Als ze niet tevreden zijn, we slaan de plank mis. dit keer slaan jullie... Goed, ik dwaal af. Er moet de snijtafel over de snijtafel komen. Ja. Goeie. Ja. Maar vraag me af hoe het komt. En daar hebben we ook heel lang over zitten praten. Maar hoe komt het nou? Ja, ik kwam uiteindelijk het meest interessante dat ik er dan maar in heb gelaten was... misschien dat ze bij de NOS allemaal net zo geïndoctrineerd zijn... door die waarschuwingen als iedereen om mij heen. Want als ik met mensen over het auteursrecht praat... dan zeggen ze vrijwel allemaal van... je mag toch niks, nooit iets gebruiken zonder toestemming? En hoe krijg jij jouw programma online? Dat mag toch helemaal niet? En... dat is de gemiddelde reactie die je krijgt. Dus ik kan me voorstellen dat de gewone mensen die bij de NOS werken... dat ook in hun achterhoofd hebben. En dat dat misschien invloed heeft op hun journalistiek. En dat is de meest aardige uitleg die je kan geven. Ja. Want ja, de andere verklaringen zijn allemaal erger. Bijvoorbeeld dat ze als een soort hele slechte commerciële omroep fungeren. Dus dat ze... het is niet eens een goeie. Dat ze het aantal kijkers willen maximaliseren door het niveau te verlagen. En dat hun interpretatie is van een publieke taak. Zou het niet gewoon zijn dat ze een derde item van de avond, 7 minuutjes aan het einde... dat ze gewoon echoen wat de mensen vanuit verschillende hoeken zeggen? Dus de rest is heel goed wat ze doen? Kijk, dat is een conclusie die je daar dan weer niet aan kan maar ja, dat is niet, verbinden. Het blijkt niet uit deze aflevering. Dit zou natuurlijk een eenmalige misser kunnen zijn. Als je hoopvol wil raken over de NOS... want dat is me niet gelukt, ja. Nee, ga naar YouTube en zoek op artikel 13. Dan krijg je als eerste of als tweede hit... krijg je het item van NOS op 3 over dit artikel uit december. Dus van 3 maanden voor dit item... en van inmiddels bijna een half jaar geleden. Dat is gewoon een prima item... Want daar belichten ze precies wie wat wil en waarom. Dus daar is het inderdaad de auteursrechtenlobby versus YouTube en Facebook.
En daar snappen ze ook niet precies hoe het zit, maar daar pretenderen ze dat ook verder niet. En leggen ze gewoon uit van welke kant wat komt. Maar zou de les niet moeten zijn dat je... Mensen, ik had dat zo ook uitgeknipt, maar ik vergelijk het ook een beetje met die discussie over inenten en zo. Is het niet gewoon heel gevaarlijk als je een deskundige tegenover een lobbyist zet? Hè, moet je niet gewoon samen met die deskundige, als je al hulp gaat accepteren... Want ze hebben hier, ik maak me toch echt sterk, dat ze hulp hebben geaccepteerd van de Buma Stemra, hè, om het duidelijk te krijgen... En de Buma Stemra is toch een belanghebbende organisatie. Moet je die hulp niet bij de... Op die manier wordt wetenschap een mening. Als je het, ja, en zou je niet veel meer een soort beauty contest moeten doen... met de verschillende universiteiten... tot je iemand hebt die dan misschien goed uit zijn woorden komt... die het leuk kan brengen, een hoogleraar, een UD, een weet ik veel. En dat je veel meer in samenspraak met zo iemand... ook zo'n visualisatie bijvoorbeeld maakt. Hè? Artikel 13, dan zet je misschien al... oh nee, het is 17. Oh ja, dan verander ik 13 even in 17. Hè, dus als je hulp vraagt... Hè, dan kun je misschien een veel beter item maken. En dan moet je niet hulp vragen bij een van de mensen... die aan het lobbyeren zijn. Ja, jij weet meer dan ik over wie ze hebben ingeschakeld. Het is een vermoeden. Maar op zich hebben ze toch ook mevrouw Saskia aan het woord gelaten? Ja, maar die is toch juist naar voren... Nou goed, ik weet niet wie haar naar voren... Slachtoffers hadden ons moeten vragen. Die is iemand die ook al eerder heeft gezegd... Ik vrees hier erg voor, ik vind dit geen goed idee. Ze is niet goed geïnformeerd, ze zegt dingen die niet kloppen. Maar een echte burger daardoor. Nou, ja. Ik zou denken dat zij... het is wel iemand die kant van de zaak bepleit. Zij is wel het favoriete slachtoffer van de Buma Stemra, denk ik. Want dat is iemand die gewoon moet betalen. Of in ieder geval die echt auteursrecht inbreuk pleegt. Ja, ze heeft 5 miljoen abonnees en ze verkoopt merchandise op de webshop over de hele wereld. Precies, dus je zou voor haar heel makkelijk kunnen zeggen... nou, deze mevrouw, die moet misschien ook... He, die is niet zozeer een slachtoffer als... Nou klinkt... Ja, ik ga het toch zeggen. Als ik ben, wanneer ik een aflevering upload... Ja. Waar gewoon rechtmatige citaten in zitten en die wordt geweerd. Ja. Dus ik vind wel dat zij door haar naar voren te schuiven... dat ze een beetje zoals met die eerste vraag van... mag je dit en dit en dit? He, die klinkt als een retorische vraag in mijn oren. Nee, dat mag niet. Mag je als dansschool zomaar op die hits dansen? Nee. Mag niet zomaar. Wat eigenlijk een impliciete pro-richtlijn... Dat mag prima als je het doet voor de mensen van die dansschool zelf. Als jij 2000 abonnees hebt in de omgeving Woerden en Utrecht... waar ze die twee dansscholen hebben... is er voor Saskia helemaal niks aan de hand. Maar als jij 5 miljoen abonnees hebt... en je zet een merchandising-toko op over de hele wereld... Ja, dan is het logisch dat je wat betaalt. Ja, ik ook. Ik heb trouwens iets positiefs. Mag dat nog? Nou, ja, heel graag. Ik wil gewoon naar bed nu. Dus. Ik vind dat de NOS wat minder... En dat is ook een vermoeden, maar wel een sterk vermoeden. Wat minder bezig moet zijn met als er maar niemand afhaakt. Als er maar niemand in Nederland is die het even niet meer kan volgen. Want dan vervullen wij onze publieke taak niet meer. Dat vind ik een commerciële interpretatie van de publieke taak. En de publieke interpretatie van de publieke taak is volgens mij dat je zo objectief mogelijk informeert in het algemeen belang. En als er mensen zijn die het algemeen belang niet interessant vinden, dan kunnen ze naar RTL of SBS6. Dus dit was je positieve noot? Dat is mijn advies aan... Oké. Dat is mijn advies aan... Dat is heel makkelijk op te volgen, je hoeft er niet voor te studeren. Nou, dankjewel, Kasper. Maar heel even op een stoel te zitten en te kalmeren. En heel eventjes je manager met puntschoenen de kamer uit te sturen. Ik wil dan nu toch heel graag even naar ons publiek kijken. Misschien zijn er wel vragen of opmerkingen. We hebben een microfoonrenner die hem gaat afnemen van Ewout. Het is een soort interventie. Heeft iemand nog een vraag of een opmerking aan iemand van onze experts? Ja, ik zie daar een handje. Zij houdt hem vast. Hallo. Ik heb een vraag aan Kasper. Hoe vaak heb jij meegemaakt dat zo'n filmpje door rechthebbende geclaimd wordt? En hoe lang duurt het dan voordat jij het weer terug online zet? Ik moet daarin onderscheid maken tussen dus gefilterde video's die meteen geblokkeerd worden... en video's die later geblokkeerd worden, omdat iemand op een knop drukt. En soms worden ze dan ook niet geblokkeerd, maar komen er advertenties bij te staan... waarvan de rechthebbende dan de opbrengsten krijgt. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met onze aflevering over Brabant van Guus Meeuwis. Eerst kwamen daar advertenties bij waar... gewoon citaatrecht. Maar eerst kwamen er advertenties bij waarvan dan de
denk het platenlabel van Guus Meeuwis geld verdiende. En recentelijk, echt een paar weken terug, werd de video helemaal geblokkeerd. Ik denk omdat ze er genoeg aan verdiend hadden. Nou, nu kan die eraf. Ja. En dat heb ik aangevochten met de geweldige brief die Ewout heeft opgesteld. Die we misschien maar gewoon publiek moeten plaatsen. Voor iedereen die gebruik wil maken van het citaatrecht. Goed idee. Ja. Tot nu toe is onze ervaring steeds wanneer wij zo'n claim aanvechten met die hele lange brief, dat de claimant zich gedeeltelijk of helemaal terugtrekt. Want één keer was het ook gedeeltelijk. Dat was bij La La Land. Toen was de video eerst wereldwijd geblokkeerd. En toen hadden wij geprotesteerd. En toen was hij daarna alleen maar geblokkeerd in de British Commonwealth. Goed. Ewout kan nog een heel verhaal. Nee, heel goed, dank je. Goed, ja, sorry. Is er nog iemand? Ik zag naar achter nog. Ja, kijk. Jij zei nou net, misschien is het bij de NOS misschien een enkel probleem, maar het is natuurlijk wel een primetime, redelijk belangrijk programma, Nieuwsuur. En ik heb wel vaker ook gezien bij NOS dat er toch wel best wel heftige misstappen gemaakt worden. Bijvoorbeeld, er was een stuk over de NHS in Engeland. En toen werd er gezegd dat de NHS nu voornamelijk in elkaar dondert, omdat het er slecht mee gaat. Omdat er Engelsen te makkelijk en te vaak naar de dokter gaan voor helemaal niks. En dat werd daar redelijk simpel gezegd, alsof dat gewoon een waarheid was. Natuurlijk een vrij absurde claim. En er was recentelijk ook een stuk over. Volgens mij in Twente zijn ze bij de universiteit bezig met een bepaalde augmentatie voor je hersenen of zo. Of een of andere chip of whatever. En toen zeiden ze, ja, er zijn ook ethische problemen mee. Maar die ethische problemen gingen zich voornamelijk over of het het waren heel vreemde ethische problemen. Vrij snel zou je denken aan, nou, er zijn bepaalde mensen die het misschien sneller kunnen betalen dan andere mensen. Dat er dus een enorme verschuiving plaatsvindt tussen de gelijkheid tussen mensen. Maar zij hadden het over hele andere aspecten over, nou ja, of iemand dan sneller kon denken of zo. Nou ja, het was vrij absurd. Dus ik wou even zeggen dat volgens mij bij de NOS wel vaker gebeurt. En op vrij belangrijke punten gebeurt het al vaak. Dus je hebt nog echt veel te doen, eigenlijk. Ja, dit is al de derde aflevering over de NOS, hè? Dus dat is wel meer voordeel voor jou. Een soort van omgekeerde sollicitatie. Ja, ja. Ik heb al omgekeerd gesolliciteerd bij heel veel bedrijven. Ja. Ik zag aan deze helft van de zaal ook nog een handje. Eens even kijken. Ik zag laatst een video van ook een relatief kleine YouTuber. Die had een heel veel grote dataset bemachtig. Wat trending pagina's van YouTube bekijkt over de afgelopen anderhalf jaar of zo. En daar was dus te zien dat mainstream media, dus gewoon dingen met grote bedrijven als Jimmy Fallon en dergelijke en Fox News, heel vaak trenden. Terwijl ze veel minder views krijgen dan kleine YouTubers die eigenlijk veel meer views kijken en dus veel logischer trending zouden zijn, maar die kwam niet op die pagina. En zijn conclusie daaruit was dat YouTube dus voorkeur geeft aan grote bedrijven. En het lijkt me een logisch gevolg van deze wet dat als ze dat dit dus weer gaat gebeuren als je auteursrecht hebt, dat de kleine YouTubers daar niet bij wegkomen. Dus Casper heeft pech en zijn video's worden weggehaald en grote bedrijven die regelen het wel. Dus weer stropdassen met stropdassen. En de echte mensen die geraakt worden zijn juist de mensen waarvoor deze wet lijkt op te komen. Ik kijk even naar mijn stropdas op rechts. Hoi. Maar je haalt een probleem aan dat er kennelijk nu is. Ik geloof je onmiddellijk. Ik weet het niet. Is het dan niet beter om daar wat aan te doen? Ik denk dat hij ja gaat zeggen. Want dat, ik bedoel, in plaats van. Nou ja. Het hoeft niet in plaats van de richtlijn iets. Maar het is. Ik snap wel dat het ermee te maken heeft, omdat. Dit is een richting die YouTube meer op zou kunnen gaan. Uit angst voor die aansprakelijkheid in die richtlijn. Nou ja, of gewoon uit voorliefde voor geld. Voorliefde voor geld? Dat klinkt prachtig. YouTube maakt zijn keuzes niet uit grootse overtuigingen over vrijheid van meningsuiting of over zijn rol als vrij platform in de westerse wereld. Die willen gewoon geld verdienen. En dat dan oppotten. Realistisch. Mee eens, ja. Ik denk dat dat de laatste vraag wordt daar. Nou ja, het viel me op dat in deze hele discussie de platformhouder, daar werd YouTube eigenlijk als voorbeeld voor genomen en eigenlijk ook alleen maar over gesproken. Maar ik vroeg me af wat als deze wetgeving ook tussen deze richtlijn wordt geaccepteerd, wat dat voor kleinere platforms
inhoud? Want nu wordt gesproken net over de rol van de kleine YouTuber. Niks. Die heeft geen keuze. Er is een uitzondering voor de kleinere platforms. Okay. Dat staat in al die tekst die ze steeds oversloegen. Dat artikel 17, dat is 7 pagina's of zoiets. En er is ook 1 pagina voor platforms waar minder dan 5 miljoen individuele bezoekers komen. Platforms die pas 3 jaar bestaan. Dus het idee is dat je een soort van min of meer vrije kans krijgt. Je hoeft dan namelijk nog niet te gaan filteren. Je moet wel enigszins je best doen om toestemmingen te regelen. Maar als dat niet lukt, nou ja, dan zijn de consequenties veel minder verstrekkend dan die andere platforms. Heb je wel meer dan 5 miljoen bezoekers en ben je for profit, dan ga je op een gegeven moment wel hier invallen. En het zijn unieke bezoekers waar je het over hebt? Volgens mij is dat niet gedefinieerd. Nee. Nou. Nee, maar dat is iets wat Ewout en Casper ook gezegd hebben. Er zitten in deze richtlijn natuurlijk best wel veel losse eindjes. En daar gaan we echt nog wel heel erg veel over discussiëren. Zowel in wetgevingstrajecten in de komende 2 jaar overal. En misschien wel 3 jaar als mensen niet op tijd zijn. En dan ook nog daarna in de rechtszaal of het allemaal wel goed gegaan is. Dus en daar zal dit ongetwijfeld gaan we zaken krijgen over zielige kleine platforms die toch zijn aangeslagen. Oh, ik zie toch 1 dame, dus dit moet dan toch wel geven. Nou, dank je. Ja, ik begrijp uit de verhalen van uit Casper en Ewout dat het citaatrecht hiermee in de praktijk in het geding komt. Of de uitvoering daarvan eigenlijk. Ik vroeg me af, Joep, onderschrijf je dat? En onderschrijf je ook de waarde van satire, karikatuur en pastiche? Ja, het is fijn. Kun je anders even zeggen dat vrijheid van meningsuiting niet een belangrijk goed is? Ja. Nou, Joep. Nee, maar ook hiervoor geldt, the proof of the pudding is in the eating. Dat hele artikel 17, dat bevat dus meerdere pagina's over, jeetje, wat moeten we nou gaan doen in dat geval dat die toestemming niet geregeld is en het moet naar de beste industriestandaarden worden gefilterd. Maar ja, die excepties die moeten ook worden gegarandeerd. En dat is heel veel open einde werk. En dat is open einde eerst in hoe gaan we dat in wetgeving gooien. En daarna is het open einde in hoe gaat dat worden uitgevoerd. Als YouTube en Facebook en weet ik veel welke andere platforms. Als die daar echt werk van willen maken. Dan kan dat prima gaan. En ook snel. Als ze willen laten zien dat het op grote problemen stuit en zand in deze motor willen gooien, dan zullen ze misschien iets minder meewerken aan het ontwikkelen van best practices. Hoe kunnen wij dan in actie schieten? Ja, ik zou zelf van die platforms verwachten dat ze in ieder geval snelle afwikkelprocedures ontwikkelen. En als ze dat niet doen, we kunnen alleen maar allemaal boos worden en naar een ander platform gaan. Heel veel meer kunnen we niet doen. Nee, nou, ik denk dat dat een heel helder advies is. Dankjewel. Hebben jullie nog omgezette dingen? Oh, stop. Je kan wel meer doen. Oh, je kan wel meer doen. Jij weet het. Want Joep zei bijvoorbeeld zelf net, je zou als kanaal ook een status kunnen krijgen. Bijvoorbeeld, dit is een kanaal waar veel parodieën op staan. Dit is een kanaal waar veel citaten op staan. Waardoor je eigenlijk in zo'n geval van zo'n dispute al 10-0 voor staat. Omdat je gewoon op zekere vertrouwde status hebt. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Zoals de real Donald Trump. Dus op Twitter bijvoorbeeld, dit is de echte premier. Dit is een kritiekkanaal, dit is een parodiekanaal. Dat is helemaal niet zo gek om in zo'n richtlijn te zetten. Er staan 6 pagina's over hoe die toestemming in elkaar zit. Je had best op kunnen schrijven. Hè, als je merkt dat een kanaal regelmatig voldoet aan die beperkingen structureel, dan moet je ze een beschermde status geven. Ik noem maar een regel. En wat ik dus dom vind, zou een prima industriestandaard kunnen zijn die je ontwikkelt. En de vraag is dus, hoe waarachtig willen met name de platforms die discussie daarover aangaan. En je kunt 2 dingen zeggen. Je kan zeggen, beter was het dat ze ook dit detail nog in dat artikel 17 hadden gezet. Dan was het 8 pagina's geworden, but who cares. Je kan ook zeggen, nee, het is juist zo goed dat we dat aan al die mensen zelf in overlegjes her en der overlaten. Ja, dat is een kwestie van hoeveel geloof je hebt in de polder.
Ja, ik maak me wel zorgen ook een beetje over de onderhandelpositie van die lidstaten tegenover Google en Facebook. Dus ik denk dat de EU een betere, sterkere onderhandelpositie heeft om dingen af te dwingen dan Nederland. Ja. Dus ook in die zin ben ik geen nationalist. Ja. Goed. Ik denk dat we zo deze snijtafel kunnen afronden. We verplaatsen zo rustig naar de bar, dus je kunt nog tegen deze heren allemaal dingen roepen en vragen stellen als die nog leven. Ik wil voor nu gewoon een heel groot applaus vragen, vooral voor Joep Beddes, want die heeft in zijn eentje verdedigd. En natuurlijk de twee Janssens, Casper C. en Ewout. Over een maand zijn we hier weer. Dat is gewoon, deze situatie gaat zich herhalen, maar dan met een ander filmpje. Ik wens jullie een hele fijne avond.